Welkom bij het Dr. Meurenhuis. Hier zitten we met vier opleidingen, namelijk ALO, SMNO, Voeding en Diëtiek en ISMB. En vandaag neem ik jullie als vierdejaarsstudent SMNO mee naar onze opleiding. Want welke rol heeft sport binnen de opleiding sportkunde? Wij vroegen het aan Joyce Veldhuis. We hebben sport in het programma bij SMNO omdat we het heel belangrijk vinden dat onze studenten een insider worden in de sportwereld. We leiden ze op als sportmanager, maar om een goede manager te zijn moet je echt insights weten van sport. Dus wat is het om ergens voor te trainen? Hoe is het om sport te organiseren? Hoe voelt het als je bepaalde spannende sporten gaat doen? Dus we doen heel veel verschillende sporten, zodat de studenten een breed beeld krijgen van de sportwereld. Deze zelf ook ervaren, maar vooral ook echt weten hoe de verschillende rollen in de sportwereld vorm worden gegeven. En hoe het ook voelt om al die verschillende rollen, dus sporter, trainer, bestuurder, organisator, om al die verschillende rollen aan te nemen. Sport is dus enorm belangrijk binnen onze opleiding. Wij gebruiken sport als middel en niet als doel op zich. Iedere sport levert zijn eigen bijdrage aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat teamsporten samenwerken aanleren en inzicht geven in groepsdynamiek spreekt nagenoeg voor zich. Tijdens duursporten leren studenten om doelen te stellen en hoe belangrijk doorzettingsvermogen en discipline zijn. Racketsporten bouwen mentale weerbaarheid op. Niet blijven hangen in een fout, maar verder spelen. Aan het einde van het eerste semester geef je met je klas een dans- en turnshow aan je vrienden en familie. Dans en turnen worden dan ook aan presentatievaardigheden gekoppeld. Vechtsporten zijn bij uitstek geschikt voor het verbeteren van zelfbeheersing en innerlijke rust. Martial arts is een van de sporten die we hier doen. En martial arts is wat anders dan de andere sporten. En dat komt natuurlijk door de Oosterse traditie, waar het de oorsprong heeft. En dat betekent dat we martial arts heel erg gebruiken als middel tot persoonlijke ontwikkeling. Zowel in actie als in rust. En daar gebruiken we verschillende sporten voor. Bij sportkunde trainen we Wushu en Aikido. We trainen onze lichaam en geest om er zelf beter van te worden en onszelf te overwinnen. En juist niet om een ander te overwinnen. Tijdens de sportlessen zijn studenten beurtelings deelnemer, instructeur of coach van medestudenten. Hierdoor ervaren zij hoe het is om zowel leider als volger te zijn. Tot slot vertel ik jullie iets over mijn eigen ervaring. Eerlijk gezegd houd ik wel gewoon van sport, maar niet van alle sport. Ik ben zelf een duursporter en dan merk je ook op school, dat kan ik wel. Maar we hadden natuurlijk ook racketsport en daar ben ik gewoon super slecht in. Dus ik ben ook uitgeroepen tot slechtste racketsporter van de klas. Nou, dat is echt vreselijk. Ik kreeg wel een taart. Maar dan leer je wel gewoon dat je ook moet doorzetten als je iets niet kan. En ik heb ook martial arts gehad. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik had nog nooit een judomat aangeraakt. En dat is gewoon super leuk dat je daardoor zelf ontwikkelt en allemaal nieuwe dingen uitprobeert. Al het sporten heeft dus ook echt een doel om ons voor te bereiden op een toekomst als inspirerende sportmanager. Wat we vandaag hebben laten zien was natuurlijk een heel klein stukje van onze hele opleiding de afgelopen 4 jaar. Dus heb je meer vragen, neem dan vooral contact op.